Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben de vandaag weer met Present Architect. Voor aflevering zijn we hier gebleven waarbij we volgens mij deze cellblok nog eventjes hebben afgemaakt. En nou ja, we zitten nog wel een beetje in de problemen, maar niet echt veel. Ik ga even kijken wat onze behoeften zijn van onze gevangenen. Nou, eten is een groot ding. Hygiëne is ook een groot ding. Sport. Oké, hygiëne. Dat kan ik nog wel even regelen met een nieuw douchegedeelte, lijkt mij. Waar zou ik die neerzetten? Ik zou misschien hier kunnen neerzetten. Hier in deze gebied, maar dat is wel een beetje ver af. Ja, op zich hebben we niet echt veel ruimte om zo wat te zeggen. Dus ik ga gewoon hier beneden gewoon de vergrote versie van de douches neerzetten. En dan kunnen ze daar ook gaan douchen. Dus dat wordt dan... De ruimte wordt dan ongeveer zo groot. Dat gaat dan met... Oh, met dit gedeelte erbij. En hier ook. Oh. Dus dit wordt ongeveer de douche. En dan komt hier dan ook nog een ingang voor de bewakers. Dus dat is ook heel makkelijk vanuit het gebied van hier naar hier toe kunnen. Want dan moeten ze helemaal oplopen. Dus ik ga eens even kijken hoeveel dat gaat kosten. Hmm, 34, 20 en 26, 20. Oké, dat moeten we nog even verwachten. Maar ja, dit gedeelte moet gewoon veilig zijn, want als we dat niet hebben, dan is dat best wel annoying. Douchen, eten, of douchen, eten, werkvrije tijd. Even iets langer luchten. Zo. Oké, behoefte is weer een heel stuk lager gegaan. Dus nu moeten we eigenlijk wel even wachten tot we een beetje verdering kunnen maken. Ook al kunnen we nu alvast een beetje gaan beginnen. Pump dat ding maar neer. Oké, er is ook geen kans meer van ontsnappen. We zetten daar ook nog eventjes een muur neer. Oké, Patrice van Bewaken kan hier wel gewoon weg, omdat het eigenlijk niet meer nodig is. Ze moeten eigenlijk alleen nog dit gebied hebben. 2200, oké, dat gaat nog wel even duren. Want we hebben niet echt veel inkomens op het moment. Ingevangenen die binnenkort vrijkomen. Kun je dat toevallig zien? We hebben nu gewoon een waarde van 400.
Het blijft maar op pad dat ik niks meer in een luchtplaats in de groepsruimte kan zetten. Ik heb echt geen flauw idee waarom, maar... Oeh, de nummerborden, die worden ook gemaakt. Nice. En het doet maar één persoon, hè? Moet je nagaan. Dat is wel positief. Dan wil ik eigenlijk ook wel gewoon een beetje zien wat daar allemaal gebeurt. Dat kan ik niet altijd zien met de camera's. Kan ik beter deze twee camera's wel verwijderen, omdat ik nu toch bewakers daar in de ruimtes heb. Oké, we kunnen nu eindelijk die gedeelte erbij bouwen. Kunnen die muur even zo langs lopen gelijk. Oké, nu kunnen we de voorwerp kunnen daar even ontmantelen en die kunnen we dan daarna gewoon hier zetten. Is er toch nog wel een kans voor de bewakers om in de dagen nog heel makkelijk te komen? Oké, hier komen we alvast een beetje douches. En ik heb gewoon precies 0 euro. Wauw. Nou, we krijgen toch nog weer een gevangene erbij, dus dan hebben we in ieder geval weer wat geld. Oké, even de voorziening alvast regelen. Oké, hier komt dan de muur. Dan weer zo. Dan komt hier de muur. Dat ook weer zo. Oké, nou eventjes de douche. Oké, nog één afvoer en dan vind ik dat wel even genoeg. Oh, en dan moeten we weer wachten. Again. Dus zien met de blauwdruk. Daar nog wat nodig. En daar.
Ik vind het wel heel, nog steeds een heel leuk spel. En dat is wel heel fijn. Wel, de inkomens die duren eigenlijk best wel lang. Misschien moet ik ze maar alvast een beetje richting de 150 inzetten of zo. Dat dat wat beter is. Dan hebben we weer wat inkomens, hebben we weer wat gevangenen, hebben we weer een beetje meer geld. Want celblokken die gaan we sowieso nog een keer bouwen. Dus eigenlijk moeten we dat wel doen. Dat is net zo makkelijk. Dat moet gewoon van tijd tot tijd, laat ik maar zeggen. Twaalf keer 50, dat is 600. Oké. Okay. Staat dat er niet bij? Ja, ik zit gewoon uit te rekenen zodat het er gewoon bij staat. Lekker bezig. Welke dan? Oh, van het eten. Aha. Investering op de lange termijn. Laten we die maar even doen. Dat is nu wel heel gunstig. Kunnen we dit gelijk eventjes helemaal afmaken. Oh, oeps, die daar. En dan hier nog. We kunnen in ieder geval zeggen dat we genoeg douches daar hebben, dus dat is op zich wel heel fijn. Ja, hygiëne is gewoon het grootste probleem. Veel mensen die gaan niet slapen. Kunnen we niet iets van een sportruimte maken of zo? Was dat er maar? Maar ja, dat hebben ze weer niet. Maar ik denk toch wel dat het beter is om hier ook nog even een luchtplaats neer te zetten, denk ik. Dat lijkt me toch wel best wel gunstig. Slopen deze muur gewoon, dan zetten we deze patrouille. Vanaf hier neer. En niemand is weer ontsnapt. God damn it. Oké, okay, ze gaan nu allemaal daarin. Ja, dat is een verdomde lange tunnel. Oké, okay, luchtplaats. Gaan we die mooi eventjes inrichten met een beetje gas. Toch wat mooier te maken. Dan kunnen we hier nog wat.
halterbanken neerzetten. En nog wat van deze telefoonhokjes. We hebben toch tenminste nog een beetje met sport te maken en alles. En dat is wel heel fijn. En zie, kunnen we eigenlijk al de fundering bouwen? Is dat toevallig al een mogelijkheid? Nee. Oké, hoe zit het nu met hun broers? Oké, hygiëne gaat al wel een stuk naar beneden. Niet helemaal, maar... Misschien moeten we gewoon die tijd wat langer maken. Dat is misschien ook wel wat handiger. Of ze gaan gewoon 2 keer per dag douchen. Ook voor het slapen. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Hey. Je moet eigenlijk nog even ruimte met exportgoederen neerplempen. Exportgoederen. Hey. Ja, wie is dat? Yeah. Daar kunnen we die nummerplaten weer neerzetten. Dan kunnen we volgens mij ook weer geld mee verdienen. Als het goed is. Verkoopprijs 160. Ja, het is geld. Zeker geld waard. Niet veel, maar wel wat. Dan kunnen we nog een subsidie aannemen. En dat is de stageprogramma voor houtbewerking. Oeh, ja. Ik zie 10 uitstekende bedden. Kijk, maar nou hebben we wel even wat houtbewerkingstafels voor nodig. Zet er daar gewoon 6 van neer. Oké, voor alles 8. Behalve dan van deze tafel, die mag dan nog een eentje minder worden. Zouden we hier een boomkweker even voor kunnen maken? Oh, nee, dat kan weer niet. Want het hele gebied is gebukt. Oké, houtbewerkstage. Oh.
Oké, nu moeten ze alles weer gaan repareren. Dan moet ik zeker ook weer een of andere persoon die hier bezig is ervan. Of niet? Kantoor, kantoor, kantoor. Oké, je ziet er zo helemaal niks meer van. Top. Ik zit er nu even over na te denken om een ruimtetje te maken. Oké, iemand is weer dood gegaan. Om een ruimtetje te maken of we de. Hoe heet de kring ook weer? De. Waar die bomen worden geplant. Maar waar zullen we die neerzetten? Misschien hier. Oh nee. Oh god. Begint het weer? Zijn er weer bewakers dood? Hoe zit het daarmee? Eén bewaker is dood gegaan. Great. Oké, wel, ik wil speepies gaan doen, gaan ding. Nu ga ik daar ook nog eventjes een hek omheen zetten. Wegen dat het anders niet goed gaat. Even zien, personeelsdeur. De hek. Waar moet dat ding gerepareerd worden? Zal wel. Oké, boomkwekerij. Die zetten we voor het laatst nog even neer. Oké, behalve ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je nog weer. Later.